Welkom bij de tweede aflevering van De Vliegende Hollander. Gisteren hebben jullie kunnen zien hoe deze vier testkapiteins de kaart hebben weten te bemachtigen waar alle opdrachten op staan die zij als team de komende week moeten uitvoeren. Vandaag is het tijd om te zien of zij de testen van De Vliegende Hollander goed kunnen doorstaan. Hebben jullie de kaart goed bekeken? Ja! Dan is het nu tijd om de eerste plek op te zoeken. We staan hier voor het huis van kapitein Willem van der Dekken. Laten we eens even gaan kijken wat hier ook weer precies gebeurde rond 1600. We schrijven 1678. Als kapitein Willem van der Dekken op eerste paasdag tegen alle regels in uitvaart naar de oost. Zelfs een razende storm kan een succesvolle VOC-kapitein er niet van weerhouden. Ik zal varen, storm of geen storm. Of geen pasen, verbod of geen verbod, al is het tot in eeuwigheid, ik zal varen. Het schip spookt dus nog steeds rond hier ergens in de Efteling. En niemand weet of de kapitein nog leeft en waar het schip zich bevindt. Het is tijd voor de tweede opdracht. In de verte staan drie houten vaten. In ieder vat ligt een wrakstuk van De Vliegende Hollander. Aan jullie de taak om de wrakstukken eruit te halen. Jullie mogen deze emmer gebruiken om de tonnen te vullen. En als jullie de wrakstukken hebben, brengen jullie ze bij mij. Oké? Heel veel succes en jullie tijd gaat nu in. En het houten vaten vullen is begonnen. En de bedoeling is natuurlijk dat ze die houtwrakken die op de bodem van de tonnen liggen, ja, naar boven zien te krijgen. Ze moeten erbij. Ze moeten ze eruit zien te krijgen. Nou, en ze hebben slim nagedacht, want met die emmers die ze hebben gehad, gooien ze het water wat ze uit die pomp halen in die tonnen. En ja, hout drijft, dat weten we natuurlijk allemaal. En hoe meer water in die tonnen, des te hoger die wrakstukken komen te liggen. En des te makkelijker ze kunnen pakken natuurlijk. Dat is de bedoeling. Nou, er wordt hier lekker gepompt. Kijk, oh, het is een beetje een lastige pomp, want hij heeft drie tuiten, hij heeft drie monden. Dus in iedere keer komt dat water ergens anders vandaan. Nou, dat is een beetje een handicap, een beetje de moeilijkheid bij dit spel. Maar er wordt gelukkig genoeg water getapt. Er wordt genoeg water in die tonnen ook gegooid, zie ik. Ja, nou, dat ziet er aardig uit, toch wel. Ze worden aardig gevuld, ja, zeker wel. Eens even kijken, het beginnen wat te drijven. Nou, volgens mij gaat dit helemaal goed komen. Oké, eens even kijken. Heel goed, De Vliegende Hollander. Jullie hebben de opdracht goed uitgevoerd. En hiermee hebben jullie bewezen dat jullie slim genoeg zijn om oplossingen te vinden voor grote problemen. Wij gaan ons voorbereiden op morgen. Want morgen gaan we beginnen aan onze tweede grote opdracht. En wil je zien of het hun gaat lukken? Kijk dan morgen weer. Ahoy.